Het lijkt wel een ouderwets filmscenario. Bij de Rabobank in Oudenbosch zijn meerdere kluisjes in die bank leeggeroofd. Verslaggever Hannelore Struis, daar nu aan de kade in Oudenbosch bij dat filiaal van de Rabobank. Is daar nog iets van te zien? Ja, dat gebeurt allemaal binnen, neem ik aan. Ja, nou, er is inderdaad weinig van te zien. Ik heb een rondje rond het gebouw heen gelopen. Je kunt ook aan de achterzijde komen. Ja, er is niets van te zien. Op de deur hangen wel briefje wegens omstandigheden gesloten. Nou ja, wij weten inmiddels wat die omstandigheden zijn. En dat is natuurlijk die kluisjesroof die dit weekend heeft plaatsgevonden. Ja, wat hebben wij allemaal voor details? Ja, nog niet zo heel veel. Dit weekend zijn er een heleboel kluisjes leeggeroofd. Ja, de dieven zijn waarschijnlijk uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Dat zegt de bank ook. En dat komt eigenlijk omdat ze maandag pas door hadden dat die kluisjes leeggeroofd zijn. Dat betekent dus dat niemand het door heeft gehad. Dat je al binnen kunt komen bij een bank is één. En ten tweede is het al knap dat natuurlijk geen enkel alarmbel gaat rinkelen. Nou, ze hebben dus niks doorgehad. Gisteren heeft de politie nog de bank bewaakt. Want ja, de deur was natuurlijk geforceerd en die kluisjes die konden niet meer dicht. De politie is inmiddels nu ook al weg. Dus ik denk dat het probleem met de deur al opgelost is. En ja, wat we weten is dat de Rabobank de mensen aan het bellen zijn die gedupeerd zijn. Hoeveel mensen dat zijn en wat er allemaal is weggehaald. Ja, ook dat is nog onbekend. Ja, ook wel een beetje pijnlijk voor de bank. Heeft de Rabobank al iets gezegd over deze roof? Ja, ook nog niet zo heel veel. Ze zeggen dat de dieven waarschijnlijk uiterst zorgvuldig te werk zijn gegaan. Gisteravond hebben zij ook al klanten gebeld. Een van die klanten die wil anoniem blijven, maar die hebben wel gesproken. En die vertelde wel dat hij er ontzettend van baalde. Hij zei eigenlijk, ja, ik had mijn spullen net zo goed in de keuken kunnen leggen. En dan gaat het nog niet eens om geld, maar er zijn natuurlijk ook waardevolle spullen bij. Emotioneel waardevolle spullen. Nou, de kluisjes zijn wel voor 45.000 euro verzekerd. Maar goed, daar heb je je waardevolle spullen natuurlijk niet meer terug. Nee, dat klopt. Zeg tot slot, ik zei het aan het begin al, het is een soort klassiek filmscenario. Dit gebeurt bijna nooit meer, hè? Nee, de laatste keer dat het in Brabant gebeurde, dat wij weten, is in 2003 geweest. Dat is natuurlijk al 15 jaar geleden. Toen werd de Fortisbank ook op een bijzondere manier binnengedrongen. Er had ook niemand door. Die hebben toen in 65 uur bijna 1 miljoen gulden weten te bemachtigen door zich op te sluiten in de Fortisbank. Alle ins en outs van die zaak weet ik niet. Maar ik weet wel dat de officier van justitie destijds zei, nou, als je zo een bank binnen kunt komen, dat is bijna heel erg knap en heel erg, ja, dan moeten we bijna complimenten voor gaan geven. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar dat is bijzonder. Dat is gewoon heel bijzonder. Een kluisjesroof. Ja, dat komt bijna nooit voor. Ja, dat weet ik nog wel. 2003. Fortis in Breda. Bijzonder verhaal was dat toen.